ben benieuwd. Ja. Ik ga eerst maar stappen. Ja, maar ik ben Nienke van Roekel, zit in het Rabo Talententeam, ben eventinruiter en kruip vandaag in de huid van... Frank Hosmaar, ik ben para dressuurruiter. Paradressuur ben ik niet zo heel erg bekend mee. Je weet wel dat het inderdaad een discipline is van de paardensport. Maar ik heb wel heel veel respect voor die mensen dat ze dan, ja, ondanks toch zijn beperking hebben, toch goed met paarden nog een hele goede prestatie neer kunnen zetten. Frank, wat houdt paradressuur precies in? Paradressuur houdt in dat mensen die daar rijden, dat ze een beperking hebben. Het zijn lichamelijk of visueel. Er zijn vijf verschillende grades. Je hebt 1A, 1B, 2, 3 en 4. In 4 rij ik. In 4 rijden mensen met minste beperking. Wat ik jou straks wil laten doen, Nienke, is een paar onderdelen die vrij belangrijk zijn in mijn grade, in grade 4. Dat zijn de drafappiementen en eenvoudige wissels. Ik ben wel heel benieuwd hoe je het straks mij gaat laten voelen. Het ziet er allemaal zo wel makkelijk uit. Ik ben benieuwd. Wat ook bij paardendressuur hoort, zijn ook bijvoorbeeld mensen met visuele beperking. Ik had haar natuurlijk ook rond kunnen laten rijden met een blinddoek op. Maar goed, dat zou ik zelf ook niet kunnen, dus dat wil ik haar niet aandoen. Dus ik heb wat anders bedacht. Je hebt de derde lus aan de andere kant, je hand er doorheen doet. En dat je dan eens probeert te rijden. Oké, nou. En je hebt toch de neiging om die te pakken? Ja. Ik ben benieuwd. Ik ga eerst maar stappen. Ja. Ik heb nu al enkele kampioenschappen gehad, internationaal. En ik ben iedere keer heel dicht bij goud geweest. Vorig jaar in Henning had ik 2 keer zilver. En nu wil ik toch ook wel een keer die andere kleur. De brons hebben we ook al een paar keer gehad. Dus ik ga voor goud. Nou, hoe voelt dat? Ja, gek voor je gevoel zit je hand een beetje in de weg eigenlijk. Want hij zit er wel, maar je doet er niks mee. Ik ken zelfs iemand uit Denemarken en die heeft helemaal geen onderlichaam. En ze rijdt nog knap ook. Ja. En hoe doet ze het dan zonder onderlichaam? Ja, hoe ze dat precies doet, weet ik ook niet. Maar ze heeft in ieder geval 2 zweepjes in de handen. Die vervangen natuurlijk het been. Ja. En ik sta er ook zelf altijd heel verwonderd naar te kijken hoe zij dat doet, hoor. Nou, hoe vond je het? Ja, ik vond in het begin was het echt wel even wennen. Want ik wilde ook meteen die teugel van de stang meteen ook weer in mijn rechterhand ook pakken. Maar ik vond het hartstikke leuk om te doen en ik wil je bedanken. En ontzettend veel succes op de Wereldruiterspelen. Ja, dankjewel. Ja, tot ziens. Doei. Kom alles te weten over de Wereldruiterspelen in Normandië. Lees het online magazine op ruitersinoranje.nl.